Welkom bij een nieuwe aflevering van Chemia.nl. In deze aflevering gaan we kijken naar soorten stoffen en wel de zouten. In een eerdere les hebben we de stoffen onderverdeeld in drie categorieën. En die les moet je dus eerst bekijken. Nou, die drie categorieën, dat waren metalen, moleculaire stoffen en zouten. En als we naar het periodiek systeem kijken, moleculaire stoffen bestaan alleen maar uit niet-metalen. Metalen bestaan uit metalen. Zouten bestaan uit een combinatie van metaal en een niet-metaal. En dus dan heb je te maken met een zout. Nou, in een eerdere les hebben we al eigenschappen van metalen bekeken. In deze les dus zouten. Nou, we beginnen met natrium als voorbeeld. Natriumatoom heeft 11 protonen en 12 neutronen. Een massagetal van 23. Als je 11 positieve protonen hebt, dan zitten er ook 11 negatieve elektronen in en dan heb je een natriumatoom. Maar zouten bestaan niet echt uit atomen. Zouten bestaan uit ionen. En een ion is een geladen atoom. En een natriumatoom is 1+. Daar ga je later nog meer over leren. 1+, hoe zouden we hier nou een positief deeltje van kunnen maken? Nou, je zou er een proton bij kunnen doen, want het is immers een pluslading. Maar dan krijg je 12 protonen en dan is het geen atoom nummer 11 meer. Dan heb je dus geen natrium. Dus als we hier een positief ion van willen maken, mogen we dat niet met de positieve protonen doen. Dus moeten we dat met de elektronen doen. Halen we er 1 elektron vanaf, dan hebben we nu 10 elektronen. 10 minnen en 11 protonen, 11 plussen, dan krijg je dus een natriumion. En die is dus 1+. Als we hetzelfde doen met chloor, niet metaal, dan is chloor heeft atoom nummer 17, dus 17 protonen. En afhankelijk van het massagetal, dat kunnen er bij chloor 2 zijn, zitten er 18 of 20 neutronen in. Nou, ook hier dus elektronen, 2 in de K-schil, 8 in de L-schil. Dan heb je de 10, dan hebben we nog 7 in de M-schil. Nou, dan heb je een chlooratoom. Maar, ik zei al, zouten bestaan uit ionen. En hoe maken we van een chloride atoom nou een ion? En chloride ionen die zijn min. Nou, dat moeten we dus ook weer met de elektronen doen. En waar we bij natrium een elektron ervan afhaalden, hebben we er bij chloor een elektron bij gedaan. Dan krijg je een chloride ion. En die is dus 1-. Nou, zouten bestaan dus uit ionen en de metaalionen zijn altijd positief. Chloride ionen zijn altijd negatief. Lading kan ook 1+, of 2+, of zelfs 3+ zijn. Dat ga je later wel leren hoe dat precies zit. Voor nu hoef je alleen maar te onthouden dat metalen bestaan uit positieve metaalionen en negatieve niet-metaalionen. Nou, die ionen die zitten in een rooster, netjes gestapeld. En omdat plus en min, dat heb je bij natuurkunde vast wel eens geleerd, plus en min, dat trekt elkaar stevig aan. En we zitten nu op microniveau te kijken, hè? Een stevige aantrekkingskracht, dus een sterke binding. Nou, omdat het een binding is tussen ionen, noemen we dat een ionbinding. Nou, dat is een sterke binding. En dat betekent ook dat als je het wil smelten, dat je een hoge temperatuur nodig hebt om die binding te breken. We zien hier een tabel, die komt uit een BINAS, dat is een tabellenboek. En daar zien we dat de smeltpunten van zouten vrij hoog zijn. Dus een sterke binding betekent een hoog smeltpunt. En ook het ionenrooster, het netjes stapelen van de ionen, noemen we een ionrooster. Oké. Een eigenschap van zouten is dat ze bros zijn. Bij metalen hebben we gezien dat je metalen goed kunt vervormen. Je kunt het makkelijk buigen. Dat had te maken met de microstructuur. Misschien heb je die les al gezien. Dan weet je dat als je een metaal wilt verbuigen, dat atomen dan opschuiven. Zou je dat met ionen doen? Ja, dan komt min tegenover min en plus tegenover plus. En je hebt vast wel eens geleerd dat min en min, dat stoot elkaar af. Dus je krijgt hier heel snel een breuk tussen die ionen. Dus als je op een zout een klap geeft of je oefent er een kracht op uit, dan breekt het makkelijk en dat noemen we bros. Dus zouten zijn bros. Kunnen we op microniveau dus verklaren.
Nou, zouten, in een eerdere les hebben we al eens gezien dat je stoffen kunt indelen op stroomgeleiding. En zouten, die kunnen stroomgeleiden, maar onder bepaalde voorwaarden. Want in een vaste fase geleiden zouten geen stroom. Want wat is stroomgeleiding? Stroomgeleiding is het verplaatsen van elektrisch geladen deeltjes. Nou, zouten bestaan uit elektrisch geladen ionen, positieve metaalionen en negatieve niet-metaalionen. Maar in de vaste fase hadden we die sterke binding en die houden die ionen op hun plek. De ionen kunnen dus niet verplaatsen. Zou je het zout smelten, dan wordt die binding zwakker en gaan de ionen langs elkaar heen bewegen. En ja, dan krijg je dus verplaatsen van geladen deeltjes en opgeloste en gesmolten zouten geleiden dus wel stroom. Bij oplossen van zouten, dan doe je er een heleboel water bij en dan gaan die ionen die gaan tussen de watermoleculen zitten en dan wordt ook de ionbinding verbroken en in dat water kunnen die ionen verplaatsen en dus kan een opgelost zout wel stroom geleiden. Oké, wat staat hier in het groen? Dat moet je dus even in je schrift schrijven, hè? Oké, tot zover de eigenschappen en het microniveau van zouten. Wil je nou oefenen? Kijk op chemia.nl, daar vind je oefenopgaven, uitlegvideo's en je vindt er oude examens. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Dankjewel voor het kijken en tot ziens bij een nieuwe aflevering van chemia.nl.